Reuring in politiek Schiedam. Sun van Dijk, René Karens, Frans Hamerslag willen meer samenwerking in de raad. GroenLinks, Progressief Schiedam en fractie van Dijk hebben de handen ineengeslagen. Ja. Hoe zijn de eerste, hoe noemen ze dat, witte broodsweken? Gezellig. Gezellig? Ja. Moesten jullie veel uitleggen wat jullie gedaan hebben? Ja en nee. Nee, want mensen zijn op zich wel gewend van GroenLinks en Progressief Schiedam dat we al heel lang samenwerken zonder dat we één partij zijn. Nou, er komt nu een derde partij bij, dus dat snappen de mensen wel. Maar ja, want het zijn natuurlijk wel partijen in dit geval die coalitie en niet in de coalitie zitten. Ja. Dus dat roept vooral wel veel vragen op van, ja, gaat Sun dan straks het coalitieakkoord verdedigen? Nou, laten we het dan maar gelijk even aan je vragen. Ga jij dan de coalitieakkoord verdedigen? Op punten waarvan ik denk, dat zijn hele goede punten, jazeker. Ja. En op punten waarvan ik denk, nou, dat zou echt wel een tikkeltje beter moeten, ja. Zal ik mij gewoon in blijven zetten om dat te verbeteren. Ja. Wat vind je over het algemeen van het coalitieakkoord? Nou, eigenlijk best heel goed. Wat je ziet, en dat is ook mede een reden waarom dit mogelijk is hier in Schiedam, is dat er in de afgelopen periode duidelijk een handreiking ook is geweest vanuit het college en de coalitiepartijen naar de oppositie om echt samen te werken. Dat moet je wel willen, uiteraard, want bedoel, een zwartkijker kan altijd zeggen er is niks mogelijk. Maar de reden dat wij deze samenwerking aan kunnen gaan is omdat ik mij de afgelopen periode ook van links tot rechts tot in volledige breedte samenwerking al heb opgezocht op inhoud. En daar staat men ook voor open. Ja. Dus je moet het willen en zodra je het wil en het ook aanpakt, dan is er heel veel mogelijk. Ja, ja. Hebben jullie mevrouw van Dijk benaderd of benaderde mevrouw van Dijk jullie? Ach, hoe gaat zoiets? Hè? Ja. Dat gaat in de wandelgangen. Je hebt het over de inhoud, over beleidsstukken en je merkt dan dat je elkaar gaat vinden daarin. En van het een groeit het ander. En dan ga je het hebben over, ja, zouden we dan toch niet eens wat meer kunnen gaan samenwerken? En probeer dan. En nou, nu hebben we dat dan officieel gemaakt. Ja. Kijk, we hebben de afgelopen periode al heel vaak die samenwerking opgezocht. Ja. Verschillende moties en voorstellen. En dat ging heel vloeiend, dat ging heel makkelijk. En we merkten dat er gewoon wederzijds vertrouwen was onderling. Nou, dat is toch de basis van een goede samenwerking. Ja, goed, uiteindelijk dan doe je ook wel een beetje gekscherend met elkaar bespreken. Van ja, weet je, waarom voeren jullie niet af en toe ook het woord voor mij of omgekeerd? Want ja, ik ben een eenmansfractie en beperkt in mijn tijd. Ja. En ja, er werd heel vaak gewoon een inbreng vanuit GroenLinks of vanuit Progressief gebracht. Dat ik dacht, ja, zet mijn naam er maar bij. Want het is eigenlijk letterlijk wat ik zelf hier ook op mijn blaadje heb staan. Ja. En ja, uiteindelijk zijn we dat gewoon met gesprekken en met een wijntje en een biertje. Nou, ik probeer dat een klein beetje te schetsen. Het is een warme zomer geweest. Ik bedoel, nou ja, goed, misschien zijn u bij elkaar thuis geweest en de warming was dat aan. Op een gegeven moment zoiets van, zeg Sun, wat denk je ervan? Is het echt zo? Ja, het is wel een beetje wat, zoals Frans het schetst, ik denk al van voor de zomervakantie, dat we tijdens de afgelopen maanden in de raad, kijk, wat Sun heeft, dat ze af en toe te weinig spreektijd heeft, dat hebben wij ook. Dat hebben alle fracties in de gemeenteraad. Kijk, wij hebben dan nog het geluk dat we de afgelopen tijd met Progressief Schiedam de onderwerpen een beetje konden verdelen. En toen daar begon het eigenlijk mee vanuit het praktische oogpunt van, nou, het zou eigenlijk best handig zijn als meer partijen dat doen. Al was het maar omdat wij het prettig vinden dat we daardoor onze collega's niet opzadelen met twee keer een eigenlijk identiek verhaal. Ja. Heb je met meerdere partijen deze samenwerking gezocht? Nee, niet actief gezocht. Nee. Wat Sun schetst klopt ook wel. Hè. De samenwerking met Sun was er de afgelopen maanden al op veel onderwerpen. Wij staan er wat mij betreft voor open om dat ook met andere partijen te doen. Nou zijn er partijen in de gemeenteraad waar ik niet denk dat we het er inhoudelijk heel snel heel erg mee eens worden. Maar die roep ik van harte op om vooral met partijen waar zij het weer mee eens zijn dit te gaan doen. Om dat te doen? Ja, want je vindt dat zou dat een verbetering zijn van de politiek als de partijen wat meer samen? Ja, kijk, wij zijn een gemeenteraad met nu 15 fracties. Hè, en op zich het aantal doet er niet zo toe, maar het zegt wel iets dat 35 raadszetels zijn verdeeld over 15 partijen. En dat heeft ermee te maken dat er gewoon steeds meer verdeling is en verdeeldheid. Als je 15 partijen in de raad hebt die alle 15 vooral willen laten zien wat zij vinden en wat hun kleurtje is en overal een eigen plasje over willen doen, dan ben je daar heel veel tijd mee kwijt. En die tijd kun je beter besteden aan goede plannen om Schiedam mooier te maken. Ja. Nou, dus ik denk dat als meer partijen dit zouden doen, ook aan de andere kant van het politieke spectrum,
dat we meer tijd overhouden voor goede inhoudelijke dingen met elkaar. Ja, misschien dat ik... Zou je het een goed idee vinden als bijvoorbeeld... laten we eens aan het andere spectrum kijken. Misschien LOS en OPS. Zijn dat twee partijen waar jullie vanaf de buitenkant kunnen... Zou niet onlogisch zijn. Partijen die elkaar op veel onderwerpen wel vinden... en nagenoeg dezelfde betogen houden. Ja, even om de credits te geven waar ze horen. Want in vorige periodes heeft bijvoorbeeld Andreas Rozen dat ook al gedaan... met toen Leefbaar Schiedam en Gemeentebelangen. Maar of die echt namens elkaar spraken, weet ik niet. Maar die trokken wel een beetje samen op. Maar goed, dat is natuurlijk makkelijk als je allebei oppositiepartij bent. Ja, precies. Ja. Dat is natuurlijk wel het grote verschil wat wij doen. En waarom deze samenwerking echt uniek te noemen is. Omdat de heren hier zitten in de coalitie. Ik ben oppositie. En wij hebben met elkaar gezegd, als we dit gaan doen, dan willen we het ook wel echt op een vernieuwende manier doen. Ja. Want anders heeft de Schiedammer er in principe ook niks aan. En dat betekent gewoon over die partijpolitieke grenzen heen gaan. Niet alleen maar bezig zijn met populistisch geneuzel. Als wij willen dat we in Schiedam op een prettige manier gaan samenwerken, samenleven, dan zullen wij toch in die raad eerst eens dat goede voorbeeld moeten geven en laten zien dat je dus gewoon door goed met elkaar te communiceren ook gewoon kan samenwerken. Is het ook niet zo dat je dan altijd al bij fractie van Dijk een streepje kan zetten, die is voor? Nou hoor, absoluut niet. Want dan denk ik dat men het afgelopen jaar de raad niet heel goed gevolgd heeft. Want ik denk dat ik op een aantal onderwerpen flink in de clinch heb gelegen met het college. En dat is niet omdat ik tegen wil zijn, omdat het college is en ik in dat geval oppositie was. Want ik benadruk altijd, ik ben geen oppositie, ik ben geen coalitie, het gaat mij om de inhoud. Ja. Maar op onderwerpen zoals bijvoorbeeld jeugdzorg en wonen, daar heeft het college een pittige discussie met mij gevoerd. Ja. En dat blijf ik ook voeren, want ik blijf daar heel scherp op. Want wat zit je met name dwars met wonen? Om iets te noemen? Nou ja, goed, ik heb er moeite mee dat er een plaatje geschetst wordt dat we fantastische plannen hebben en we zijn aan het bouwen. Ja, dat is allemaal waar, maar we hebben ook de verantwoordelijkheid om oog te houden voor die hele grote groep Schiedammers die al jarenlang op een wachtlijst staan om aan een sociale huurwoning te komen en die krijgen met deze plannen niet sneller een woonruimte. Nee, met deze coalitie ook. Nou, niet zozeer met deze coalitie, want eerlijk is eerlijk. Deze coalitie en dan met name de inbreng van GroenLinks en Progressief heeft ervoor gezorgd dat de sociale woonvoorraad in totaliteit hetzelfde blijft. Ik moet eerlijk zeggen, dat was in het vorige college anders, want die wilde dat zelfs afbouwen. Dus daar een klein vinkje voor dit college. Ja. Maar wat mij betreft is dat niet voldoende. Nee, en hier raakt het natuurlijk wel aan de kern van, want er is een verschil tussen coalitie en oppositie. Ja. Dus dat maakt zo'n voorbeeld goed duidelijk, want inderdaad, als ik puur vanuit mijn eigen partijprogramma zou kijken, dan zou ik een gelijkblijvende sociale woningvoorraad in Schiedam, dat staat niet in mijn programma. Nee. Maar het idee van een coalitie is, je zit in dit geval met 6 partijen die allemaal wat anders vinden en je moet daar af en toe ook het beste compromis uithalen. Ja, precies. Ja, in gegeven de verdeling in de raad en gegeven de plannen die mogelijk zijn en het geld dat er is dit denk ik het best mogelijke op dit moment. En dus ook te verdedigen. En zeker te verdedigen, absoluut. Ja. Maar hier zie je wel het verschil tussen coalitie en oppositie. Ja. En kijk, is Sun dan overal voor als het in het coalitieakkoord staat? Nee, ik hoop het niet. Want wij zien er ook wel naar uit om af en toe een keer goed van mening te verschillen hoor, met elkaar in de raad. Ja. Precies. Over die sociale woningbouw, of dat nou gelijk is of niet, dat ligt een beetje aan de telling. Dus ik wil even terugkomen op het persbericht wat jullie gestuurd hebben. Jullie schrijven daarin... daarnaast delen jullie dus de ambitie voor democratische vernieuwing en open politiek. Ja. Moet ik het dan zo lezen dat nu niet het geval is? Dat we nu niet kunnen spreken van een open politiek? Nou, ja, we hebben zeker een open politiek, maar je ziet toch nog wel heel duidelijk de scheiding tussen oppositie en coalitie. Ook in Schiedam. En die is best nadrukkelijk aanwezig. En wij vinden juist dat je over dat soort grenzen heen moet stappen en de verbinding tussen oppositie en coalitie juist moet zoeken om vanuit één gemeenteraad het goede voor Schiedam te doen. En natuurlijk gebeurt dat ook wel in Schiedam. Ja. Hè? Het is niet helemaal zwart-wit. Gelukkig niet, zou ik zeggen. Dat is een verdienste van Schiedam. Hè? Als we bij de buurt in Vlaardingen kijken, is dat heel anders. Ja, dat is wat anders. Het is een verdienste van Schiedam. Maar we kunnen dat ook best nog nauwer doen, die samenwerking. En dat is het unieke wat we nu met z'n drieën aan doen zijn. GroenLinks en Progressief Schiedam die hadden die samenwerking al heel nauw. Delen zelfs een wethouder. Dat is ook al. Dat gebeurt wel vaker in politiek Nederland. Ja. Alleen dat er ook een samenwerking met een oppositie, een nauwe samenwerking met een oppositiepartij komt. Waarbij we die grens echt slechten.
Ja, dat is echt wel uniek wat we nu doen. Ja. En ja, we blijven alle drie onszelf. We blijven, het is geen fusie van partijen, zeker niet. Het is echt een nauwe samenwerking met alle verschillen die er ook nog zijn. Okay. U schrijft ook van Progressief Schiedam is ooit opgericht door de politiek op een andere, minder dogmatische en partijpolitieke manier te doen. Ja, zeker. Is dat gelukt? Nou, als je kijkt, hebben we in 2009 Progressief Schiedam opgericht, ja. Komend vanuit een landelijke, vrij dogmatische partij. Nou, dat hebben we echt wel anders gedaan. Wij zijn van begin af aan, zijn we juist de samenwerking tussen oppositie en coalitie aan het zoeken geweest en gevonden. Toen vanuit de oppositierol, nu vanuit de coalitierol. Ja, wij zijn echt wel een van de partijen in Schiedam die hier een goed voorbeeld voor is. Ja, ja. Schiedam, een partij voor de Schiedammers? Zeker een partij voor de Schiedammers. Maar voor welke Schiedammer? Voor alle Schiedammers. Ja, ja, maar dat is dat staat haaks op elkaar. Je kan niet iedereen bedienen, toch? Ik denk dat je wel iedereen kan bedienen. Voor, het goede voor Schiedam is het goede voor alle Schiedammers. En natuurlijk kan je het nooit iedereen 100% aan de zin maken. Dat is wat anders. Maar kijk wel naar het totaal van Schiedam en wat is daar goed voor. En dat is wel wat we doen. Dus jullie zouden voor een uitgebreide sloop kiezen als daarvoor zeg maar, een betere woningen gebouwd kunnen worden? Ik ben niet per definitie tegen sloop van oude woningen. Zeker niet. Mits het alternatief wat er voorkomt goed is. Voor Schiedam. Voor Schiedam, ja. Zeker. Ja. René Kaars, u heeft gezegd van zeker in de tijd van toenemende versplintering van de politiek, waarin steeds meer partijen snel willen scoren. Ja. Noem eens man en paard. Nou ja, ik ga hier geen andere collega's zwart maken, dan zou ik meedoen aan wat zij doen en waar ik me juist tegen verzet. Kijk, waar ik me heel erg aan kan storen in de gemeenteraad is dat er partijen en collega's zijn die daar eigenlijk vooral lijken te zitten om ten eerste te laten zien hoe fantastisch goed zij zijn. En hoe waardeloos slecht en slechte bedoelingen de anderen hebben. Ja. En dat vervolgens doen op een manier die halve waarheden of hele leugens bevat. Ja, en dat vind ik gewoon heel slecht. En dat is, het is vervelend, het is irritant, maar het is ook heel slecht. Want mensen kijken naar de gemeenteraad, gelukkig. Die hebben zich misschien niet altijd verdiept in wat er inhoudelijk voor ligt. Ik hoop niet dat iedereen elke dag alle gemeenteraadstukken aan het lezen is. Daar hebben ze voor een deel ook ons voor gekozen. En die zien daar mensen dingen roepen die gewoon niet waar zijn. Zonder dat je weet of het waar is of niet. Dus ik vind dat we echt de verantwoordelijkheid voor politici is heel groot om te zorgen dat je het vertrouwen dat mensen in jou hebben gesteld door op je te stemmen. Ja. Dat vertrouwen dat moet je waarmaken door zo goed mogelijk en zo eerlijk mogelijk je werk te doen. En door te zoeken naar verbinding en samenwerking in plaats van verdeeldheid en ruzie. Dus nog even weer terugkomen, zul je oproep aan ook aan de andere partijen om daar is goed. En dat gaat nog wel iets verder dan samenwerken tussen partijen. Dat begint er al gewoon mee dat ik me er echt heel erg over kan verbazen dat er mensen in de politiek zitten met het enige doel om verdeeldheid te zaaien. Ja. Ja. En die elk onderwerp aangrijpen, of het nou gaat om vluchtelingen die opgevangen moeten worden of duurzaamheidsmaatregelen. Die elk onderwerp aan kunnen grijpen om verdeeldheid te zaaien tussen wij en zij. Tussen de mensen daar in de toren en de mensen hier in de stad. Tussen de mensen met een kleur of de mensen zonder kleur. Tussen mannen of vrouwen. Ik begrijp daar niks van. Ja. Ik denk dat als je het hebt over wat bindt deze drie partijen. Ja. Nou, die overtuiging bindt ons zeker. Los van de inhoudelijke overtuiging. Ik heb me daar het afgelopen jaar, ik zit nu ruim een jaar in de gemeenteraad. Nou, ik ben er echt wel een beetje van geschrokken ook. Dus dat, goed dat wij daar het goede voorbeeld in gaan geven. Ja. Tijd is te kort. Ik wil er nog een keer uitgebreid over doorgaan. Met name van hoe tegenwoordig die zetelverdeling is. Want als ik het even heel snel uitreken, heeft links kan op 18 zetels rekenen. Als je een beetje gunstig rekent. Dus er zijn onderwerpen waar er links meerderheid is. Daar zit wel wat in. Hè? Ook al niet zo van de links-rechts scheiding houden. Ik heb hier een lijstje en er zitten een aantal partijen niet mee. Maar je weet maar. Nee, precies. Maar het is goed om ons te volgen en te kijken over een half jaar of een jaar. Hoe gaat dat nu? Dan komen we graag terug.